Hij doet het. We hebben een Terminator. Een hele goede dag gewenst en welkom bij deze gloednieuwe tutorial waarin we een endoskull van de Terminator gaan maken. Gaaf hè? Ik vind het wel in ieder geval een wens die ik al misschien heb sinds dat ik ooit ver en lang geleden, lang vervlogen tijden de film zag. Maar nu gaan we hem ook daadwerkelijk maken. Wat heb je onder andere voor nodig? Nou, eerlijk gezegd heb ik gewoon wat spullen maar her en der verzameld waarvan ik dacht dat kan ik ervoor gebruiken. Ten eerste, het is vandaag 10 januari 2017, ik wou 2016 zeggen, maar het is alweer 2017. Kerst is net geweest, rode kerstverlichting. Gaan we er 2 van gebruiken van die lampjes voor de ogen. Een schedelmaskertje. Lijkt je misschien logisch, toch gaan we maar niet het hele masker gebruiken, maar alleen dit gedeelte. De hoofdband, die wordt er afgehaald met het dremelapparaatje, oorbel gaat eraf. Onderkaak gaat eraf, tanden gaan eraf. Tanden, die gaan we maken op een hele nieuwe manier. Die ze eigenlijk ook weer een eigen uitleg met zich meebrengt. Dus over die tanden maak ik nog bewust een losse aparte tutorial. Die zal ongeveer tegelijkertijd online gaan met deze video. Maar dit gaan we eraf frezen. Het neusgat gaan we helemaal uitfrezen, zodat het echt een gat wordt. Tanden eraf, onderkaak eraf. Onderkaak gaan we later opnieuw maken van ander materiaal. Die koordjes eruit af. Dit stuk bandana van plastic er ook nog af. Ik heb dopjes. Ik heb heel veel dopjes, maar alleen deze laat ik momenteel even zien. Ze komen van simpele deodorant spuitbus af en die passen echt perfect achter de ogen zo. Dan krijg je al een beetje zelfs een Terminator idee. Heel klein beetje dan. Wat gaan we hiermee doen? Ik heb deze gekocht van die, vroeger noemden wij het spinnen, om je schooltas achter op de bagagedrager van je fiets te doen. En die die haken, dat gedraaide gedeelte, dat gaan we gebruiken. Die gaan we eraf knippen, haak eraf en dan gaat dat hierin. En daardoor, daarin of daardoorheen, daar komt eigenlijk de rode kerstverlichting. En dus dat wat betreft de ogen. Verder, heel veel bakjes en dat soort dingen verzameld. Lege tiramisu bakjes, dat soort dingen. Hier ga ik er 2 van gebruiken. Eentje gebruik ik om een bepaald maat te maken die erin passen. En dat wordt dit gedeelte. Zeg maar dat gat in die slapen van de schedel. Dus dan kan je je voorstellen dat dit ongeveer zo komt. En dan half zo diep. Ik wil deze niet doorsnijden die ik hier uiteindelijk ga opplakken, want dan heb ik geen plakrand meer. Hier zit een ideaal plakrandje en daar wil ik gebruik van maken. Bij de kringloop kwamen we een helm tegen van een ridder. Ideaal natuurlijk voor het bovenste gedeelte van de endoskull. Dit knopje of wat dan ook, dat zit min of meer op, dat is 1 geheel. Ga ik dus wegschuren met de dremel. Dit zit met een soort pinnen, dus dat kan er allemaal uit of afgehaald worden. Gaat helemaal goed komen. Verder heb ik nog van alles liggen waarvan ik dacht van ja, dat kan ik uiteindelijk ook wel gebruiken voor dit project bijvoorbeeld. Een oud zeebakje voor in de badkamer. Dit dingetje kan ik perfect gebruiken voor als die mond dadelijk is gerealiseerd. Om erachter te plakken. Dan wordt het donkerder, maar het heeft toch iets robotachtigs. Verder heb ik van deze ook nog andere ronde.
En die ga ik gebruiken voor de nekwervels. De nekwervels van de Enduskul zijn grotere menselijke nekwervels, van echte biologische nekwervels. En daar ga ik dus een stapeltje van maken. Verder ga ik ook nog simpelweg van wat hout een soort standaard maken waar hier dus op komt te staan. En daar kan uiteindelijk dit kaartje op. Cyberdyne Systems T800 Enduskul. Dit lettertype kun je online vinden. En ik heb al vaker gezegd, de site flamingtext.com is mijn favoriete site voor het maken van logo's en dat soort dingen in lettertypes. Die dus aan bekende films refereren. En het Terminator lettertype staat daarop, dus daar kun je gebruik van maken. Als basis voor de nek, waar die bakjes dadelijk omheen komen als een soort segmenten, ga ik een stuk PVC-buis gebruiken. Deze heb ik nog over van die creepy hands, weet je wel. Dus, ja, weet je, oh, hier staan ze toevallig waar ik die nekwervels van gemaakt heb. Ik dacht even dat ik ze niet bij de hand had, maar dit worden dus nekwervels. Die ga ik op een bepaalde manier dus op elkaar stapelen. Het gaat helemaal goed komen. Ik denk dat verder de beelden voor zich spreken. Dus je komt er wel uit, denk ik, als je ziet na deze uitleg vooral hoe dat ik te werk zal gaan. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik ze toch graag. We gaan beginnen. Now on the day I was born, the nurses all gathered round. They gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
Come home late at night.
We hebben een Terminator Enduskull T-800. Ik heb er bijna een week over gedaan. Wegens werk, wegens geveld zijn door een virusje, hebben het allemaal wat langer geduurd dan dat het misschien zou kunnen. Maar hij is gaaf. Hij is echt enorm gaaf. Ik zal het lichtknopje even aandoen. Uiteraard. Ik zal nog even alles nalopen, vertellen hoe het in elkaar zit. Dit is een schedelmaskertje van Pirates of the Caribbean. Aangepast. Uiteindelijk wel de onderkaak gebruikt. Omdat het realiseren van een onderkaak zoals ik aanvankelijk had bedacht niet lukte. Tanden, aparte tutorial. Rode kerstverlichting. IJzeren. Ja, ik moet zeggen, krulvormige, draaivormige dingetjes van elastiek om een schooltas of wat dan ook achter op de bagage dragen om je fiets te doen. Een ridder, plastic, ridder, helm, het vizier eraf gehaald, de uitstaande rand in de nek eraf gehaald, alles met een dremel gedaan. Dit met een 7 gaten zaag. Dit er allemaal uitgefreesd met de dremel. Zwart gespoten karton eronder geplakt. Dit zijn lege bakjes tiramisu. Daarin zijn stukjes karton geplakt in een bepaalde vorm. Sowieso om het wat minder diep te maken was er al karton in geplakt. Op dat karton zaten afsluitringetjes, moertjes. Gewoon eigenlijk dingetjes die ik had liggen. De nek gemaakt van wasbolletjes en stukjes PVC ertussen, zodat ze ja, goed verdeeld op elkaar zouden komen en dat het niet te ver zou inzakken. Dit zijn suikerspinstokjes. Half ronde gebruik ik voor tanden, voor zombies of wat dan ook te maken. Dit is een hele ronde. Dit is flexibele elektriciteitsbuis van PVC. Dit is hardboard, 2 keer uitgezaagd. Eén met een uitstekend randje, eentje niet. Zodat dit gedeelte schuin zou worden. Dit afgezet met karton. Hier zitten trouwens nog blokjes hout tussen om het stevig op elkaar te houden. Afgezet met karton, stuk aluminium tape eromheen. Dit is isolatieband. Wat kan ik nog meer vertellen? Neus hadden we uitgefreesd en een satéprikketje erachter voor het scheidingsstukje. Dat is het in vogelvlucht. Oh ja, deze dingen natuurlijk, die antennes van oude radio's. Gaatje in de kaken geboord, waardoor die heen zou passen. En ja, meer heb ik er niet aan toe te voegen. Duim omhoog als je deze video waarderen kan, ervan geleerd hebt, enerverend vond of wat dan ook. Ga vooral dingen maken en ik zie je zeker weer graag terug bij een volgende video.